Ja, nou, nog een MOP. Moet ik hem discarden? Alsjeblieft, alsjeblieft! Nee! Goed mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Voordat we beginnen met de video, wil ik het eerst eventjes hebben over een paar dingen. Dat is het volgende. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben kunnen zien, is er het afgelopen weekend geen video online gekomen en zijn er ook geen livestreams geweest. Mijn PC op een of andere manier trekt het niet meer om live te gaan. Dus ik moet er eerst voor zorgen dat ik een nieuwe PC heb, voordat ik überhaupt weer live kan gaan. Dus dat gaan we eerst even fixen. Voor nu, de aankomende tijd zullen er vooral video's komen, omdat het dus helaas niet meer mogelijk gaat zijn om live te kunnen gaan totdat ik een nieuwe PC heb. Maar nu we dat allemaal gezegd hebben jongens, gaan we door naar de video. Vergeet zeker weten niet te liken en te abonneren jongens. Meer dan de helft van de mensen die mijn video's bekijken is niet geabonneerd. Dus ben je nou een van die 50% ongeveer die niet geabonneerd is, vergeet het zeker weten niet eventjes te doen jongens. Dat zou super tof zijn. En dan gaan we nu eerst kijken naar het moment dat wij een Prime Icon Moment spekken, wat jullie al hebben gelezen aan de titel. Dat is een clip van een livestream. En ja, als we dat gehad hebben, gaan we eigenlijk gelijk door naar de rewards. Voor mij natuurlijk weer Elite 1 en van Tim Spa natuurlijk. Die heeft ook weer Elite 1. Eigenlijk hebben we elke week wel allebei Elite 1. Behalve ik en vorige week Elite 3. Daar gaan we nu naartoe. Geniet van de video. En dan zie ik jullie zo weer bij de outro. Ja, hier mag wel een nieuwe rechtsback gehaald worden. Ja, maar ik zie ook dat je niet zo heel veel coins hebt. Dus we moeten wel even wat gaan pikken. Ja. Even kijken, je hebt natuurlijk de tradable. Je hebt ook de untradable. Ja, wat gaan we doen? Ja, doe maar wat. Doe maar gewoon de meeste packs. Ik zou tradable denk doen, man. Want dan pak je meer coins, hè. Ultimate Team of the Season Rewards, hè? Daar verwacht je toch wel minimaal een echt een fenomeen uit het pakketje, hey, maar wat ik nu allemaal zie... Oh! Dit is een icon! Dit is een icon! Icon! Dat meen je niet! Nee. Ja. Raoul! Dit is Raoul, man! Moments! Oh mijn god, hé! Oh mijn god! Raoul Moments! Oh mijn god, jongens, Raoul Moments! Ik zeg net twee tellen geleden, we pakken helemaal niks. Holy shit. Dit is niet normaal. Oh, we hebben de tradable packs gekozen. Wat zei ik tegen jou, kies tradable? Oh, ik persoonlijk zou er een weekendje mee spelen en dan eventueel het weekend daarna verkopen. En dat je dan maar ziet wat je ermee doet. Maar ja, goed, als je gewoon denkt van ik verkoop hem gewoon, ik wil die coins hebben. Dan kan dat uiteraard ook. Ja. Ik heb die Ramos ingeleverd laatst, man. Nee, in een SBC. Ja. Nou, daar zou Paski niet zo blij mee zijn, denk ik. Oh, wat doet die Ramos nou? Maar goed, het enige doel blijft dus wel Neymar upgraden naar Stots. Een playerpick Neymar is ook wat chill zelf, zeg. Ja, playerpick Neymar, wie wil dat nou niet? Pam! Wat hebben we gehaald? Elite 1, 27-2. Even kijken, hoe deden we het vorige week? Toen deden we jij 2, ik 1, hè? Ik deed de eerste en de derde, geloof ik. En Ja, laten we het gewoon weer zo doen, man. Vorige week bracht het ook al aardig wat geluk, natuurlijk. Dus misschien nu weer. Goed. Dus laten we het gewoon doen, man. Zonde. Arnold. Is wel een grappige kaart, hoor. Oké, dan gaan we nu naar de tweede, man. Dan ga ik hem klikken. Ja, tweede, no specky. Virgil. Zet die aan. We zijn op Liverpool vandaag. Dit is Aubameyang trouwens. Heb je die gezien, die clip van Hessing, of niet? Blauwe, een blauwe. Kom op. Wie is dit? Ja, Aubameyang! Nee, wat een... Huh? Oh nee, Auba zit er helemaal niet in volgens mij. Oh mijn... Oh nee, dit is ook een Oekraïne. Dit is een nieuwe Aubameyang. Laura, mag jij doen de laatste? Nog een Liverpool. Allemaal Liverpool spelers, joh. Oh, oké. Ja, kijk, Arnold is misschien de enige waar ik nog een beetje naar zou kunnen kijken van, die kunnen we eventueel gaan gebruiken. Is oprecht wel een leuke kaart om een keer te gaan testen. Maar die andere twee pleuren we even in een SBC van de week. Helaas, geen Neymar. Nee, helaas jongen. Hopelijk gaat hij nog komen. We hebben twee keer drie informs. Oei. Want had ik ze graag gewoon gelijk nu willen openen, maar we hebben eerst al deze rotzooi. Oké, 100k packjes doe ik zelf en dan doen we allebei eentje, ja? Ja, dat is goed. Oké, kom op. Laat er alsjeblieft iets goeds in zitten. Worden uiteraard. Geen walkout. Oké, nou, tweede. No specky weer, hè. Dat is wel mijn ding, no specky. Ja, ik doe dat zo vaak, maar eigenlijk pek ik er nooit zoveel uit. Als je het doet.
Ik hoop natuurlijk gewoon op een 99 rated, maar ik acht de kans niet zo groot. We gaan het zien, man. Ik ga gewoon klikken en we zien het wel. Kom op. Kom op, alsjeblieft. Alsjeblieft blauw. Uiteraard, alsjeblieft blauw. Spanje. Luis Alberto. Ja. Qua rating is het prima. Ik zei trouwens, laat het alsjeblieft blauw zijn, maar ik bedoel natuurlijk nog een goede speler. Ja, op zich 97 rated, het is niet dramatisch, maar we hopen natuurlijk dat er nog wat achter zit. Alsjeblieft. Oh, helaas. Niks. Ja, packje van 300k. Ja, zo gaat ineens een zieke sirene af bij mij, joh. Oké, de laatste. Ik doe mijn ogen dicht en dan mag jij het weer gaan doen. Ik doe mijn ogen dicht. Okay. Ja, zeker. Let's go. Kom op. Ik wil die Franse vlag zien. Wat is het? Oh, is dit... Hoe kan dit? Is het slecht? Wat zit hier nog achter? Dit is echt de laagste reden die je kan krijgen. Nee, joh. Ja, kijk maar. Ai. Helaas. Maar het kan ook een keer gebeuren hè, dat het gewoon... Oh, hè, is er nog? Ah, oké, dus er is nog iets van waarde. Nou, we hebben in ieder geval bijna 700k gepakt. Ja. Zo verschrikkelijk slecht. Helaas, man. Laten we lekker doorgaan gewoon naar jouw rewards, man. Alleen die Oshiman, ja, dus... Kijk nou. 4 goals? Ja, heb jij met een spits gespeeld met maar 4 goals? Ja, Elite 1 weer. Dit wordt een bejedder, man. Laat me komen dan. Oké, Arnold. Ja. Bam. Oké, mag jij zelf de tweede doen, man? Oké, let's go. Kom op. Arnold. Orsic, heerlijk. Ja. De derde. Ik ga niet heel veel zeggen. We gaan gewoon klikken. Ja. Jij appte mij van ik ben wel ready om zieke dingen te pakken, maar ja, tot nu toe. Dan voel ik dat we nu een icon gaan pakken. Let maar op, daar is hij. Oh, blauw! Alsjeblieft, de goeie. Nee, oh, waarom? Kakaasje. Beginnen we met de eerste ultimate pack. Blauw. Wat is dit? Oranje. Wow! Yo! Wat is dit? 98 praise. Lekker. Oh, maar kom eens op, jongen. We moeten toch even iets ziek spekken, man. Volgende ultimate pack. Die doet een icon, dus dat is prima. Weer blauw? Kom op. We gaan ervoor zitten. Sommer. Oké. Als we die gozer nu pakken, dan krijg ik hem misschien dadelijk niet. Dat zou wel chill zijn. Ja, precies. Laatste 100k pikje doe maar. En als, als dit niks wordt, dan moet het maar in die team of the season pikjes gaan gebeuren. Want dit is wel pijnlijk. Oké, normale walkout. Maar dan kan het sowieso. Suarez? Ja. Waarom is hij dan geen ultimate tots? Dan mag je zelf de eerste gaan doen. Let's go. Vorige week koos je rechts, weet ik nog. Dit keer links. Kom op. België, Nederland. Alsjeblieft. Oh, spits. Nee. Oei. Oh, zit Werner er niet eens in? Nee. Er zit er ook niks achter. Dit is toch echt ongelooflijk, hoor. We hebben nog een kans. We hebben nog een kans, inderdaad. Ik weet niet, hoor, maar als dit niks wordt, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Dan, ja, wat hebben we nou gepikt vandaag? Helemaal niks. Ik heb geklikt. Ongelooflijk. Als dit niks meer wordt, dan... Ja, dan hebben we gewoon niks gepakt. Dit moet de video gaan saven. Het is een walkout. Oké. Hier kan nog wat achter zitten. Hier kan nog wat achter zitten. Die Luis Alberto is. Hij wist het al. Kom op, alsjeblieft. Ja, lekker. Zo, dit is wel echt dramatisch, man. Helaas, pindakaas. Misschien dat we nog eens zo'n deluxe packje hebben of zo, dat we ons packjes kunnen saven. Okay. Volgens mij heb ik nog een deluxe pack, dus ja, laten we dat maar gewoon proberen en anders weet ik het ook al niet meer. Gewoon inleveren in die handel, joh. Luis Alberto, check je later.
Dan gaat hij weer. Nog een uur geleden gepakt. En hij is alweer weg. Heel eerlijk, als we nu niks pakken, dan is het gewoon klaar. Ik heb er vertrouwen in dat we iets goeds gaan pakken. Moet een beetje positief blijven, anders wordt het sowieso niks. Oké, okay, dan gaan we. Cool. Kom op. Laat het alsjeblieft een goede zijn. Nou, nog een MOP. Moet ik hem discarden? Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee! 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 Wat? Zie ik dit goed? Nou. Even, Tim, dit is toch niet normaal? Dit is ongekend. Hoe is dit mogelijk? Ja, dit is toch niet normaal weer. Uit zo'n deluxe pack, hè? Het is toch... Goed, dames en heren. Dat was alweer de video. Zoals jullie hebben kunnen zien op het einde hebben we 99 Lewandowski gepakt. Het houdt maar niet op. Het was eerst altijd op andere accounts voor andere mensen. Maar de laatste tijd gebeurt het ook op mijn eigen account. We hebben Mbappé, Lewandowski, ga zo maar door. Echt heel ziek. Uiteindelijk toch weer een hele mooie video geworden. Met natuurlijk weer leuke rewards. Dus hopelijk vonden jullie dat leuk. Vergeet zeker weer niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Zet dat belletje aan. Dat was hem weer, jongens. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video, jongens.